Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. HHC Hardenberg tegen De Dijk. Ploeg waar van alles aan de hand is. Bestuur opgestapt, trainer aangekondigd weg te gaan. Grote sponsor opgestapt. Eén groot feest dus in Amsterdam. Maar die Amsterdammers komen wel op voorsprong. Door een doelpunt van Raymond Baten. En dat al na 2,5 minuten. Valse start dus voor de ploeg van Gert-Jan Karsten. Mooie corner. Ja, en gewoon een mooie goal. En dus balen voor Sander Danes. En balen voor hen. Want zij dragen HHC een warm hart toe. En niet De Dijk. Goeie bal van Kobussen richting Gourie. Die goede wedstrijd speelde overigens. Dit is een aardige... Oh, Hemmink. Op de kruising. Eigenlijk is dat nog veel knapper. Probeer maar eens 10 keer achter elkaar die kruising te raken. Hier is Gourie. Opnieuw hij. Aardige bal van Bentham. Balletje weggewerkt. Kobussen. Bouws. Hemmink, goede bal richting Van der Leij. Geen buitenspel en 1-1. HHC dat echt ontzettend goed druk zetten in die eerste 15 minuten van de wedstrijd. Randje buitenspel denk ik toch hoor, als ik eerlijk ben. De vlag blijft omlaag. En de gelijkmaker is daar, verdiend. Voor de ploeg van Gert-Jan Karsten. Hier komt de 2-1. Dat kan niet anders. Dat kan wel anders, want Gourie mist deze kans. Ondanks dat hij een goede wedstrijd speelde. Wel weer een kans gemist. Want deze had in elk geval natuurlijk op doel gemoeten. Maar goed, dat weet hij zelf ook wel. Aardige voetbal dit. En Gourie geeft aan, ik had eigenlijk de bal willen hebben van Bentham. En dan is het grabbelen aan de andere kant. Want zolang HHC niet scoort, blijft De Dijk in de wedstrijd. En zij klappen zich warm. Want het was wel fris op de Boshoek. Ja, goed gezien. En Danes ziet dat die bal naast gaat. Schot van Tim Ruder. Gourie. Metai. Opnieuw Gourie. Ja, dat was een moeilijke bal. De gebakken vis. Vond gretig zijn aftrek, zoals het dan zo mooi heette. Van der Leij, kan die erbij? Ja. Nu nog de bal in het doel schieten. Niet geheel onbelangrijk. Maar dat lukt dan net niet. Rob van der Leij. Corner van De Dijk. Goeie actie van Danes. En in de rebound. Ook geen treffer van De Dijk. Dit zijn wel kansen hoor. Dit zijn wel kansen. HHC raakt dan in de tweede helft het overwicht een beetje kwijt. En dat realiseert Karsten zich ook. En dus gaat hij wat harder schreeuwen. Opnieuw De Dijk. Handig gedaan dit. Lukili. En opnieuw de kans voor De Dijk. Goed ingrijpen van Sabaf. De kans van Tuip. En zo lijkt deze wedstrijd af te stevenen op een gelijkspelletje. Of kan De Dijk nog iets? Opnieuw Lukili. Ja, dit is een rare bal. Dit is een rare bal. Metai. Kobussen teruggelegd op Metai. Oeh, en die racht hem binnen zich. 2-1. Wat heerlijk geraakt van Skodran Metai. Balletje van Kobussen is goed. En als een skutraket vliegt die bal binnen zeg. Hij is recht op de doelman af. Op standbel.
Maar doordat het schot simpelweg zo hard is, kan hij er niks meer aan doen. En dat kan hij ook aan dit balletje van Hemmink niet. Die de wedstrijd beslist. 3-1 HSC pakt 3 heerlijke punten. Belangrijk. En met name als je naar onderen kijkt, is dit een hele goede overwinning. 7 punten los van plaatsje 15. Goed het overzicht gehouden van Hemmink. Keurig binnengeschoten. En dus de mensen op de tribune blij. Want HSC gaat 3 punten pakken. Of kan de dijk nog wat? In eerste instantie niet en in tweede instantie ook niet. Soms heb je van die dagen. En dit is zo'n dag voor Lukili. Dat betekent dus dat Gert-Jan Karsten blij kan zijn. En dat de suikerspin van de dag Skodran Metaj is. Want die maakt een heel belangrijk doelpunt. HSC wint met 3-1 van ASV De Dijk. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.